Hey jongens van ShadowGames23, ik ben Ron en vandaag ben ik hier samen met Joran en ik heb werkelijk geen idee waar die is. Voor mij Weet je zie ik dat? jou. Ja, ik zie jou. Oké, ben jij dat? Ja, jij bent Steve volgens mij. Ja, Joran is een Steve, dus ja, GG. Lekker begin voor onze samenwerking in Hunger Games. Dat is S-Pick, nee, Epic. Huh? Oké, goede start. Ah, ik heb loot, Joran. Ik ook. Waar ben jij nu dan weer? Opzoeken. Ik zie jou, Ronald. Oké, volg mij maar gewoon, oké? Ja, wacht eventjes. Niet zo snel. Ik heb ook armor. Oké. Eentje. En ik heb nog golden pants, als je die wil. Nee, hoef ik niet. Aha, oké. Is wel pretty nice hier. En ik heb, hoe is het nou, een golden carrot en een cooked chicken en twee appels en een diamond. Oeh, dat is Voor een zo schep. nice. Wat? Een schep in de survival games, echt heel erg nuttig en zo. Het doet meer damage dan je vuist, dus I guess. Yay, een chest of een Dat kist. is een liedje, I guess Oh, ik heb wat loot. Ook met mijn Skype vergeten om op niet storen te zetten. Lol, failure. Nou ja. Heb je nog een hoed nodig? Ja, je hebt nog een hoed nodig. so. Ja, wacht wel Oh ja, eventjes, kom maar even hierheen, ik kom zo. er al aan, schatje. Oké, zo. Oké, Hoed. Wat, okay, goed. oftewel, een muts. Een Een echte cap. Hunger Oh, Games kijk, ik zie je muts. chest. Oh ja, waar? Je Oh, loopt pak. stijl langs de chest heen. Ja, pak die maar, ga ik hier naartoe. Oké. Ja, we moeten wel een beetje bij elkaar blijven, hè? Ja. GG, net zoals de al vorige afleveringen. Ja, nee, maar ik ga hier even kijken om te kijken of hier niemand is. En bam en zo. Oh, ik heb een houten zwaard en wat flint. Oh, die heb ik niet nodig. Dit is Ah, mijn mat. Joran, er is hier iets van de tempel. Nee. Kom je? Ja, waar ben je, Oda? Ja, ik ben gewoon hier aan de overkant. En dan loop ik hier zo rechtdoor. En dan zie je een soort van Ja, wacht even. stone structure. Die wil ik even bekijken, hè. Want ik kan mezelf niet echt goed verdedigen met een stone axe. Ah, kijk, chest. Ja, je hebt de stone Met. axe, ik heb nog een wooden Ja, sword. wooden axe bedoel ik, hè. Heb je een boog? Nope. Wel, Wat zat in de chest? niet veel boeiends, dat kan ik je zeker vertellen. Kijk, ik denk dat het handig is als we deze kant hier omgaan. Zullen we naar boven naar die berg klimmen? Daar is waarschijnlijk een tier 2 chest. Zullen we dat Ik doen? zie daar boven de structure, dus. Ja, dat bedoel ik. Daarom kunnen we daar misschien het beste heen nu. Ik weet niet. Het is een erg strategische map, dit. Ik Dat. win niet. Wat? Winnie de Pooh. Ik. Oh my god. Sorry, ik hou een beetje van woordgrappen. Daar ben ik de laatste tijd heel gedrukt mee bezig. Ja. Net zoals dat ik soms gewoon automatisch rijm zonder dat ik het door heb. The fuck? Volgens mij Ja, is ik die weet niet het in tier soms. 2. Oh, hup, 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 hup. Volgens mij is die niet in tier 2 chest hierboven, want het is fucking makkelijk om erheen te komen. Gewoon weer op je hardcore parcours met bij de sprint mods, nou, dan ben je zo. Zo, la 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 Weet la je wanneer het la. nog makkelijker is? Nou. Met, hoe heet het nou? God, hoe heet die man nou ook weer? Wauw, oh nee, niet hierheen. Andere kant op dus. Volgens mij is er wel een chest beneden, dus ik. Oh my god. Dit neemt zoveel van mijn honger. Ik heb nog alleen nog maar een golden. Chests! Oh kijk, dit heeft wel wat afgeloond. Ik heb nu een stone sword gekregen. Kijk, Heb je nog misschien. wat voedsel wat je. Je wacht even, Koekjes neem. en salmonella kip. Je neem deze diamond. Ja, oké, En dankjewel. deze, want jij wil natuurlijk weer een boog. Yes, please. Oké, kom maar, we gaan Ik nu. zie een bridge. Oh god, daar is een kerel. Heb je een boog? Waar zie jij kerel, joh? Daar, in de Oh, verte. hey, big ups. Oké, let's get him. Oppas, ze gaten in die brug. Ja, En no shit, het hij spul. flikkert mij dood. Oh. Volgens mij zit er een chest hier. Ja, I knew it. Met een Die kerel iron was ingot. Oh, ik dat. heb. Die kerel was dat druk. Weet je, er staan twee kills en allebei geen armor, niks. Ja, ik heb wapens daarvoor. Hè. Dit gaat een easy kill worden. Waar ben jij dan helemaal? Ik Oh, ben ik er zie jou al. daar. Johan, wacht even. Nee, ik kas wel aan. Ja, wat nou als ze twee soort swords hebben? Maar dan ben je lul, hè? Dat weet Oh je. god, het zijn vier kerels. Ja, ik zou maar terugkomen als ik jou was.
Oh, wacht even, het zijn geen vrienden dus. Oh, nou, oh, dan is prima. Maar dan hebben ze wapens dus. Nou, ze Stomper. kunnen elkaar ook met de vuisten aangaan, hè. Ja, oké. Okay. Ik heb een boog, dus. Laten we ze killen gewoon dus. Nog eentje van hun inhalen. Yo, Sparta! Oké, dan. Oeh, dat is wel beter. Oeh, ik heb een iron sword. Ja, echt? Mag ik die hier? Mag jij het stone? Hier. Heb je nog een iron ingot toevallig? Nee, ik heb wel wat woorden. Ik heb hier pijlen. Oh, dat is altijd nice. Heb je nog iets van een diamond of zo? Of een iron ingot? Waarom kan ik die padding niet oppakken? Oké, there we go. Alrighty then. Kom, we gaan naar Wacht, de ik wil heel top. veel spullen uit mijn inventory hoor. Ja, het vind ik ook wel handig dat ik dat even doe hier. Gewoon even de shizzle. Wat voor wapen? Oh, je hebt stone sword. Dat was ook zo. Stone Zullen we naar sword. boven klimmen? Ja, dat lijkt mij wel het handigste om te doen op dit punt, ja. Oh, scheiße, ik heb salmonella gekregen. Jee, kom, we gaan hierheen. Klootkip. Klote cup. Heb je... Kutkup. Oh nee, dat is... die is al geloot, zeker door de kerels. Ik had 3 hartjes nog maar of zo. Holy kut. Joran, ik heb de grote boom van Narnia gevonden. Oh, leuk. Oh my god. Vooral van de natuur, vooral Minecraft natuur. Oh my god, hoe moeten we hier ooit? Oh my god. Oké. Ja, oké. Seems legit. Wacht eventjes, ik moet weer wat eten. Ronald Berggeit, slaat weer toe. Even kijken. Hier kunnen we niet. Holy fucking kut. Hier kunnen we niet langs. We moeten terug, Johan. Is niet te doen voor de Berggeit. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ik ga half dood hier. Spring nou dan, geitmens ding. Oké. Oh, kijk, hier is een waterval. Wat? Weer naar beneden? Ja. Wie niet meer naar boven? Dat gaan we toch niet redden, denk Jij wel ik. als we via de andere kant gaan. Nou, oké, Ja. dan kom ik ook wel naar beneden. Dan kom ik er ook wel heen. Waar jij nu bent. Ik ga nu een grot binnen, heel eventjes kijken. Oh, oké, ik ben die waterval. Ik ben helemaal beneden. Ik ga helemaal naar beneden bij die waterval. Oké, Of nee, ik ga helemaal. wow. Ik ben in de binnenplaza via de boomtoppen. Ik zie een chest daarboven. Wat, ben jij in die grot gekomen bij dat watervalding? Ja, Oké, dan hier. kom ik er ook heen. Ik ben onderweg. Even zwemmen alleen, dat is het Nee, enige. je gaat nu al helemaal naar boven. Hier, wacht even. Nee, stop daar, stop daar. Hier al. Hier al. Hier al. Oh, hi, ja. Maar daarboven is ook iets. Misschien willen we dat eens checken. Waar? Daarboven. Nee. Misschien kunnen we het beste naar spawn gaan. Ja, kom dan hier. Er zit ook een waterpoeltje daar, dus. Ik ga vast voor die chest. Ik ben Ja, sure. matig in parkouring. Al heb ik nog tot nu toe nog geen enkele jumping map gehaald zonder te Oh, cheaten, dit is maar de dat... spawn, dit is de spawn. Ja, dat zeg ik dus. Oh, oké. Zullen we hier dan gaan campen hier? Oeh, voedsel. En wat flint en wat sticks en butter. Butter. Misschien kunnen we deze boom gebruiken door, om door een van de andere openingen te gaan. Hier, flint. Ja. Hey, misschien kunnen we daar naartoe. Au. Oeps. Deed maar half hard damage. Wat? Anderhalf hard damage deed dat. Oké. Kijk. Aha, deze plek die ken ik hier. Oké, we weten dus dat we hier naar de spawn toe kunnen. Oké. Is goed om te weten, want als de chests gaan refillen, dan wil ik spawn hebben. Refillen ze dan ook? Oh. Ja, ze refillen als het helemaal nacht Hey, wordt. kijk hier ook hout. Ha, wat? Oh, dit is naar een van de. Ja, dit is Dat naar is spawn. Daar moeten we dan ook zijn. Dus ik wil hier zeg maar een beetje blijven. Hier zijn heel veel loot-skidoodles. Even kijken, ik ga even wat mushrooms oogsten hoor. Want ik heb niet zoveel eten meer. Hey, ik zie vuur. Ja, dat was mijn Skype, jongens. I am sorry. En ik kan het niet uitstellen, dan moet ik uit de game en alles. Dus hopelijk gaan de mensen gewoon even ophouden met de messjes, maar dat doen ze niet. Almost. Heroïne Ja, kopen, het was mijn fout. GHB en ecstasy. Hoe kun jij deze chest missen, meneer de Johan? Ook chest. Nee, laat maar. Ik had die chest dan. Even kijken.
We kunnen. Ja, wat zullen we doen? Wie heeft het Flap de Fury hier geplaatst? Nee, er is iemand met flintsteel, dus er zijn die mensen langs geweest. We kunnen naar boven bij de waterval. Dat kunnen we doen, ja. Maar het wordt al donker, dus. Wil je naar spawn of wat wil je doen? Nou, ik ga liever naar spawn als het donker wordt. Spawn de monsters dan? Nee, maar het is beter als we naar spawn gaan, want dan gaat de chest refillen. En als mensen dan naar spawn komen om daar vast te wachten, kunnen we ze alvast aan. Dus het is inderdaad wel het beste om naar spawn te gaan. En het is best wel een eindje lopen, dus ja. Ik heb by the way wat eten bij mij. Ja, ik heb ook een hoi. Boog, dus. GHB en ecstasy. Ja, oké. Okay. Bam en zo. Maar het is al best wel donker, dus ik denk dat de chest zometeen in ieder moment. Weet je dat Mark dat altijd zegt? Bam en zo. Ja, maar dat zeg ik. Voor mij zeg je dat en zo door mij, hè? Nee. Aha, nee. Victims! Hier is een victim. Yo, Johan, victims hier. Let him pass. Kill ze. Kill de. Kill the shit out of them! Is die. Oké. Okay. En terug, en terug. Terug. Oké, okay, I'm going to help you. Laat hem. Ja, laat hem. Hij heeft niks. Ik moet eten, kun je me dekken? Jawel hè. Niet die dekken, maar. Oké, zo. Ik moet nog even soepjes maken hoor, dus. Oké, dan. Holy shit, dit was wel. Zullen we anders op het middelste eiland blijven? Dat lijkt me wel het handigste. Je moet ook boven je kijken, daar kunnen ook mensen zitten. Maar dat zie je wel als die mensen in het water. Heb je hier sounds aan? Ja. Oké, okay. Kijk, er zit een golden helm in. Heb je nog een helmpje nodig? Ja, hier, Joran, alsjeblieft. Een beter helmpje heb ik nodig, ja. Je hebt schoenen en zo allemaal, hè? Nee, oh, wat? Hier. Oh, bedankt. Zo. Ik heb wel een butter bar als je die nodig hebt. Ik heb nog wel een butter bar, maar die hebben we niet echt nodig, denk ik. Zal ik pijlen maken? Lijkt me wel handig om te doen, denk ik. Ja, doe maar. Oh, pff, veel. Oké, okay, so, 27 arrows. Heb je nog wat eten voor mij eigenlijk, of? Carrot en apple. Oké, dat is helemaal goed. Dat is helemaal prima. Dat is eten wanneer ik dat snel moet, zeg maar. Ik heb nog wel wat soepjes en zo, dus. Ja, ik heb alleen nog een carrot op dit moment, dus. Oh, nou, dan krijg je die carrot en die appel wel terug, want je hebt wel eten nodig. Het enige wat je moet doen is, je moet zeg maar dat middenstuk hierboven in de gaten houden, want. Ja, dat was ik ook al. Hier, daar is een kerel. Diezelfde kerel waar we achterna zaten. Lol. Jij faalt, meneertje, Iron Man. En heeft hij nog handig, nog armor of wat dan ook, wat ik kan gebruiken? Ja, hij heeft dit voor jou. Oeh. En een fishing rod, dat is erg handig als je in water zit. Hier, daar staat een fishing rod op dat ding. Even kijken, ik doe alvast alle zooi in de spawn chest wat ik niet nodig heb. Oh, spawn chest heeft gefilterd chest. Loot alles. Ik heb nog een diamond extra. Oké, okay, nou ik maak okay, even diamonds. Oké, ik moet de inventory managen, dus. Ja, oké. Okay. Oké, okay, Johan. Ja. Ik heb hier zooi voor jou. Hier, iron sword voor jou. Oeh. En ik heb dit voor jou. Ik heb dit voor jou. En ja, that's it, denk ik. Nou, ik heb jou een iron chestplate ook gegeven, volgens mij, of niet? Nee, een chain chestplate. Oké, okay, 5 tribute. Oké, dat is tribute. Dat is tribute. Oké. Okay. Tribute alert. Hij heeft een boog. Hij moet even voor mij weggaan. Hij weet niet dat ik een diamond sword heb, dan wil ik graag houden zo. Johan, niet engage. Ah, ga ik maar achter hem aan, let's go. Dude, ik heb een diamond sword. Nee, oh my god, 2 hartjes. Jezus. Hij had een diamond, hier, alsjeblieft. Nee, ja, ik heb te veel zorgen in mijn inventory. Kun je me dekken? Ik moet even de inventory organiseren. Ja, dan moet soepjes ik op donderen. Ik heb 7 iron ingots, what the fuck. Ik heb een diamond. Je weet dat je spul weer oppakt als je te dichtbij staat. Ja. Ik heb best wel spul, dus heb ik niet nodig. Heb je nog een extra diamond of zo? Nee, die heb ik aan jou al gegeven. Oké.
De Oké, Golden okay, Armor hebben we ook niet dek helemaal niet mij nu nodig. even, oké. Allemaal, wat? Dek mij nu even. Heb je flint toevallig? Oh, wacht, Ja, ik heb flint. flint en steel. Oké, nee, dat moest ik ook even pakken. Oké, dat zijn dan twee flint en stieltjes voor Ronald. Oké. Victor in. Zo, moet jij de rest aansteken met jouw eigen flint en steel ding. Zo, fik alles maar op wat je in principe niet nodig hebt. Overige armor. Bloemetjes, dat soort shit allemaal. Leer. Gewoon Heb jij eens. nog wat arrows voor mij of zo? Ja, ik heb de 55, maar die wil ik graag allemaal houden. Nee, hoor, dat mag jij wel hier. Zo, ik geef jou de 24, alsjeblieft. De rest heb ik allemaal nodig in principe. Oh ja, ik hoef dit en dit niet. Oké. Okay. Zo. Er zijn nog twee andere mensen. Ja, oké, okay, dan moet er nog één doen. Eén dood. Boogie Bear wil ik in de deathmatch houden als het kan. Eens even Ik kijken. begrijp het wel, Eens even kijken. Zijn I already het. get why. Het is. Oh mijn god, waarom message mij iedereen op Skype? Oh ja, ik sta op niet. Ik sta op storen. Fuck dit. Even kijken. Ik heb een boot. Ik weet niet wat ik ermee. Oh, en wat butter. Ja, ik heb er nog wat drie boter. Neem het maar mee voor de zekerheid. Want nou ja, ach. Yolo. Hier, ik geef het wel aan jou. En je had niet echt meer een diamond nodig. Je had geen diamond meer, hè? Nee, hier. Ronald. Ja? Boten. En een bootje voor als je snel moet ontsnappen. Ik tank overal wel doorheen. Nou, ik heb een diamond sword, dus het lijkt me beter dat ik overal doorheen tank. Ik had mezelf een diamond axe kunnen maken. Fuck. Wat heb je ervan gemaakt? Ja, een diamond sword, maar. Toen had ik die Waarom extra. zou je liever een Diamond X willen hebben? Een Omdat Diamond dat ding X. gewoon episch is. Dan heeft iedereen goed zien van wat de fuck is mentaal gestoord dat hij een Diamond X gaat maken in plaats van. Oh ja, last player. Oh nee, dat ben jij, lol. The fuck, Ronald. Oh ja, dat is Ah. weer. Oh, wat. Kom Joran. Wow, wat heeft Flint Steel weinig gebruikjes? Ja, hè. Ik heb ook nog maar één. Misschien moeten we maar eens op pad gaan. Denk je daarvan? Ik vind het best. Oké dan. Zo. Oké, dat gaat hem nu worden. Even. Oh, die kut man. Nou, bij spawn is niks meer. Ja, we kunnen maar beter gewoon gaan lopen, De denk ik. chests zijn nog refilled, dus Misschien kunnen ja. we helemaal naar boven bij de berg. Misschien is dat wel een idee. Helemaal bij die hoge berg. Even kijken. Waar En wat heeft moeten dat we voor dan met heen? daar vinden we ook geen players, dus. Nee, maar echt helemaal hoog op die berg. Ik denk wel dat mensen zich daar verschuilen. Omdat het echt zo'n choke point in the game is, zeg maar. Dus ik denk wel dat daar één of twee mensen zijn. Ik denk ook wel dat hun twee teamen. Of nou, dat hoeft niet per se, want het is een grote map. Nee, ik wou zeggen, maar het kan best wel zijn dat ze teamen, want vaak de teamende mensen overleven het langst. Oké, zo kom je maar. Kom er maar op, Johan. Ik heb al een manier Oh gevonden. ja, lol. Ik heb geblokt glitched. Even kijken, Kijk, zo. de chest. Oh, een iron ingot extra. Oké. Okay. Neem ook het eten en de flint maar mee. Oh, ga ik hem mooi. Ja, neem ook dan de stick mee. Oké, okay, ik wil nog even flint en steel maken. Hè? Een paar. We hebben nog iets van 13 minuten voordat de deathmatch begint. Wat is de deathmatch eigenlijk hierbij? Wat doet dat? Deathmatch, daar word je zeg maar bij spawn geteleporteerd. En dan moet je vechten met elkaar. Waar ben jij? Oh, daarboven, oké. Okay. Ja, maar ik kan geen weg vinden verder naar boven via daar. Ja, dan moeten we daar langs. Dus we moeten hier weer naar beneden, moeten we daar weer omhoog. Dus volg mij maar. Oké. Ik vind het altijd zo'n rotmap dit, hè. Ja, nou ja, maar ik hoop dat ze een beetje goede chests erboven hebben. Dat niemand die al Ja, het is heeft een geloot. sowieso een tier 2 chest, al wel niet een dubbel chest. Een double chest. Dubbel chest. Een Wacht dubbel eventjes op mij. chest. Double chest tier 2 chest. Dat is echt Wacht OP. eventjes op mij, hè. Ja, ik klim alvast een klein beetje naar boven. Zo, kom maar.
Dan kan ik zien of iemand jou gaat aanvallen. Even kijken, daarboven iemand? Nee, volgens mij niet. Optifine heeft bijna ook niet echt zin meer, want hij ziet players maar van een bepaalde afstand. Dat hebben ze ingesteld bij 1.6. Of is dat bij 1.5? Nou, I don't know. Even kijken. Waar moeten we verder? Hier moeten we verder naar boven. I think so. I think. I think, Joran. The only way you can survive is thinking. Holy... Nu ben ik er klaar mee. Kunnen wij... Joran, kun jij je blok... Kun jij blok glitchen? Ik weet niet hoe je dat doet. Je slaat en je blijft springen. Doe maar. Nee, zit je nou in? Oké, nou moet je gewoon... Ja. Als je erin zit, als je het blokje gevangen heeft, dan moet je gewoon gaan springen. Dit is rule number one. Oké, als we hier kunnen scalen, dan moeten we via de kant bij die waterval moeten we omhoog. Oh my god, dit is echt hardcore dit. Hardcore parkour. Zoiets. Naar beneden hier. Want we willen helemaal weer naar boven bij die andere kant, want dit is de noorderkant van de berg volgens mij. Even kijken. De moeilijke kant, zeg maar. Ja, dit is de noordenkant van de berg. Kan ik zien, de stand van de zon. Oh, niet veel helft meer, jongens. Of niet veel eten meer. Ik hoop dat Zullen we via de waterval verder klimmen? Ja, ik denk dat we hier het beste wel langs kunnen gaan, ja. Wacht eventjes, ik moet even blok glitchen, want ik viel naar beneden. Ja. Zo. Zo, en dan moeten we er via deze kant op kijken. Want deze kant, daar kunnen we het veel makkelijker op. Nu zijn we ook al een stuk hoger. Oké, okay, wachtjes. Oh, kijk, Liane. How conveniently. Ja, inderdaad, ja. Up, up. How conveniently placed level. Oké, 3 tributes. Oké, er is er nog 1 over. Moet je even zorgen dat je full health hebt en zo. Heb je Golden Apple in de aanslag? Ik zet het nu recht naast mijn hotbar. Oké, je boog met je pijlen. Ja, ik heb alles. Je flint en steels. Ja, die heb ik niet meer. Oh ja, ik heb er 2, maar laat ik die maar houden, want... Ja. Blijkbaar werkten die 2 kills dus niet samen. Oké, wel. Nee, Boogie Bear. Boogie Bear. Is hij hier? Nee, Boogie Bear is dood. Boogie Bear is niet meer met ons. Even kijken, via die kant hadden we erop gemoeten bij de brug. Die kant, zie je dat? Daar kun je veel makkelijker omhoog. Dit is nog, dit is de oostenkant van de berg. De bergkam, zeg maar. Het zadel. De zadel van de berg. Kijk maar wat. Ja, het lijkt op een zadel. Ja, laten we het maar ophouden. Oké, wel. Let's go, guys. Je full diamond armor. Wow. Een Chewbacca. Are you fucking me? Oké, ik ga op hem schieten. Schiet je ook maar op hem. En charge. Als je gaat rennen, kereltje. Hij gaat naar jou. Ik heb hem geraakt. Oké, ik ga in tegengestelde richting rennen, oké? Ja. Clockwise. Nee, hij gaat weg. Dat kan niet, wordt hij gekild door de map. Zie je? Niet doen, Joram! Hij wil graag dood, kijk. Killing spree en bad karma. Een 250 bounty. Kill 3 tributes. Oké, man to man. Oké, met wat? Heb jij een iron sword? Nee, maar ik kan er een maken. Dit verlies jij. Je hebt mij dan wel verslagen met een axe, Joran. Maar zwaar... Heb je anders 2 stone axes? Nee, dat heb ik niet. Ik heb wel een iron sword. Oké, armor uit. Geen bogen. Geen golden apples. Oh. No nothing. Wacht even kijken of ik alles vol heb. Nee, nog niet. Ik zeg wanneer staat, oké? Ja. Alles weg uit je hotbar, uit je toolbar. Ja, nee, dat heb ik niet, maar dat maakt niet uit. Ik heb alleen maar dit ding. 3, 2, 1, start. Nee, godsamme niet meer. Bam.
Hey, ik ben gesponsord door iemand. Oh my god. Oh. Wel jongens, allemaal bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie even een like gaan achterlaten. Want kennelijk is Joran wat dat betreft een betere PvP'er dan mij. Ja, bammetje. Ja, Maar goed jongens, zei laat... alsof mij PvP dat ik slecht was. Maar jongens, laat even een like achter. Abonneer nog even. En volg me even op Twitter. @ShadowGames23. En what the fuck. Wow, een Hunger Games logo. Oké, dat is wel epic. Ben je Maar... al het Hunger Games logo gespawnd? Ja, soort van, dit ziet er echt fucking epic uit. Holy kut, Joran, zie je dit ook? Ik ben bij de hoofdspawn gespawnd. Jij ook, of niet? Hoofdspan. Ja, zeg maar waar je alle... Nou, maakt niet uit. Maar In goed, het midden. jongens. Wat? In het midden. Ja. Wow. Zie je zo'n enorm creeper ding. Maar goed, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Joran, wil je nog wat zeggen? Ja, nou ja, nu zie je, ik ben een betere PvP'er dan Ronald. Maar goed, jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken en dan zien we jullie later. Dus ja, later mensen. Doei doei.